Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. We gaan vandaag weer wat leuks maken. Lang leven de creativiteit en inspiratie. Wat gaan we vandaag maken? Want we hebben natuurlijk altijd wel thuis wc-rolletjes. Bij sommigen in overvloed. Dus daar gaan we vandaag wat mee maken. We gaan vandaag een schilderij maken met wc-rolletjes. Dat kan je op een papier maken, gewoon die heeft iedereen wel thuis, of op een doek. Ik weet niet of je die thuis hebt. Als je die thuis hebt, is het lekker stevig, gaan we een schilderij maken. Ik heb voor het schilderij gekozen, dus leg ik het velletje even weg. Verder, voor de grote kinderen, die kunnen een mes gebruiken. En de kleinere kinderen een schaar. En anders kan je het ook nog wel samen met iemand doen natuurlijk. En lijm. Je kan het ook met een lijmpistool doen. Of met prit. Maar ik heb gekozen voor deze lijm. Dus laten we beginnen. Oké, een schilderij. Je kan van alles maken met wc-rolletjes. Ik leg het doek nog heel even weg. Want kijk, als je het iets indeukt, dan zie je al gelijk een vorm komen. Ik ga vandaag een bloem maken. Maar je kan ook, kijk, het is ook een vorm van een oog. Het is ook een vorm van een vis. Maar dat kunnen we ook nog wel laten zien. Dus we moeten er allemaal kleine reepjes van af gaan snijden. Ik deuk hem heel even in, dat is makkelijk. Maar je kan het dus met een mes doen, maar je kan het ook gewoon met de schaar doen. En dan gaan we daarna het op het doek plakken. Dan laten we het drogen. En dan gaan we het daarna mooi schilderen. En voor de grote kinderen en die ook een garage hebben waar je gewoon lekker met een spuitbus kan spuiten, kan het ook gespoten worden. Maar dat zien we later. Kijk, zie je? Dan kunnen we een mooie bloem maken. Voor de rest kan het gewoon ook met de schaar. Dat is trouwens makkelijker dan zo'n mes. Ik wil dus een bloem gaan maken. Een soort mandala bloem. En dat is gewoon alleen maar met een wc-rolletje. Moet je kijken. Kijk, en je kan er ook vissen mee maken. Maak er een staartje bij. Of ogen, allemaal ogen. En je kan ervoor kiezen natuurlijk om de onderkant al een kleurtje te geven. Maar dat heb ik niet gedaan, dat ga ik later pas doen. Het is echt dikke hardy. Nou, dan gaan we ze lijmen. Eventjes weg, een beetje onderhand. Je kan ook gewoon beginnen, hè? Je hoeft het niet van tevoren zo als bloem neer te leggen, maar je kan ook gewoon laten kijken of gewoon gelijk lijmen, wat jij wil. Zo jongens, hou je dit allemaal nog een beetje vol thuis zitten? Kijk. Oh, sorry. Achterkant zie je het ook. Is ook leuk, is ook grappig. Dit is dus wat we tot nu toe hebben. Dit wordt ons schilderij. In mijn geval een bloemenschilderij. En dan gaan we later, we laten hem nu even drogen. Later gaan we lekker verder. Zo, daar zijn we weer, de volgende dag. Nou, er is iets niet helemaal goed gegaan. Balen. Gisteren was ik namelijk bezig. Hè, die hadden we gisteren allemaal geplakt. Wc-papier. Toen dacht ik, nee, ze zitten nog niet zo goed vast. Weet je wat? Ik ga gewoon heel even met
spuitlijm. Ik zal het even pakken. Spuitlijm, ga ik er nog even overheen. Dan weet ik zeker dat het goed vast zit. Wat gebeurt er? Alles geel. Dat is toch niet normaal? Het hoort gewoon wit te zijn. Ik weet niet wat voor spul dit is. Ik weet niet of iemand dat kent. Laat me even weten als het normaal is dat het geel is. Maar ik ben er niet mee bekend. Ik ben er niet bekend mee. Oké, maar het maakt niet uit. We gaan kijken of het er gewoon overheen kan. Want we gaan hem vandaag natuurlijk verven. Doen jullie mee? Pak jullie verf? Ik heb hier ook al alles klaargezet. Een paar soorten kleuren verf. Maakt niet uit welke, gewoon acrylverf. En een bakje waar het in kan. En kwasten natuurlijk. Welke jouw lieveling zijn. En water. Oké, we gaan eens kijken of we überhaupt over dat lijm wat hier een beetje naast is gegaan kan. En erin. Dat zien we wel. Ik ga de buitenkant wil ik wel geel maken. Lijkt me mooi. Doe wat geel in het bakje. Hoppatee. Nou, ik heb er geen vuilniszak onder gelegd of iets. Dus bij mij wordt het lekker verf. Lekker veel verf geknoeid. Oké, dan wil ik de binnenkant van de blaadjes wil ik gewoon lekker eigenwijs knalroze. Heerlijke kleur. Ah, kijk dan. Zalig. Lekker roze. Oeh, lekker. En dit alleen maar met een doek of een A4'tje. En een wc-rol. Nou, maak iets hartstikke moois. En als jullie het uitgeprobeerd hebben, dan zie ik graag de creaties terug. Ik zag ook al dat Bali mijn ideeën gebruikt hebben. En hebben ze gewoon een dag of een halve dag van vlaggetjes gemaakt. En die hebben er gewoon heel veel plezier van. Oké. En misschien kan je deze wel aan je oma geven. Opsturen met postzegels. Ga je naar de brievenbus. Als je het op een affiche doet, kan dat makkelijker in de brievenbus trouwens. Anders moet je er een pakket van maken. Tjoep. Dat is mijn stopwoordje geworden, tjoep. Oh, lekker ernaast. Hoppatee. Dan doen we het hartje. Lekker. Groen. En vergeet je handtekening niet onder te zetten. Als een echte artiest. Veel plezier. En heb je een mooie gemaakt van de wc-rol? Maak even een foto en zet het hieronder. Dan kan ik ook mee genieten. Doeg!